Je probeert. Terwijl oei, een foutje van Mathieu van der Poel. Ik dacht dat Michael van Tournout de beek al sprong. En die grijpt naar zijn rechter enkel. Ja. Dat is niet goed voor Mathieu van der Poel. Hij probeert erop te steunen, maar dat lijkt moeizaam te gaan. Tastte ook meteen naar die enkel, voelde meteen dat er iets mis was. Ja, maar ik denk dat Michael van Tournout die beek hier echt als sprong het nam. En er kwam toch wat twijfel bij Mathieu op wat hij zou doen. Met dit gevolg. Maar gaat toch, hinkend stapt hij terug zijn fiets op Mathieu van der Poel. Hopelijk valt dat allemaal mee, maar dat ziet er niet goed uit. De manier waarop hij terug vertrekt. Dat is pijn verbijten, dat is voelen van ai, wat is hier met die enkel aan de hand. Mathieu van der Poel, wat doet hij? Gaat hij door? Hij tast nog eens naar die rechter enkel. Hier gaan we het nog eens krijgen. Van Tournout, die springt over dat... En daar verzwikt hij zijn enkel met hem op de grond te zetten. Ja. Pakt er ook meteen naar. Ja, gaat hem en... afdraaien. Ja. Ja. Einde van de wedstrijd voor Mathieu van der Poel. Hij geeft er de brui aan. Hopelijk is het uit voorzorg dat hij die enkel spaart, maar dit ziet er niet al te best uit. Hij voelde ook meteen dat het niet meer kon. Hij wijst naar die enkel. Hij moet erbij gaan zitten.